Het Chinees nieuwjaar is vandaag 10 februari ingeluid. Dit jaar staat in het teken van de draak. De Surinaamse Chinese United Association organiseert in samenwerking met de ambassade van de Volksrepubliek China een lente cultureel festival en een tempelveer in de Anthony Nesty Sporthal. Tijdens deze activiteiten komen de Chinezen bijeen om te feesten. Prominente kopstukken uit de Chinese gemeenschap waren ook aanwezig, onder wie, correctie de ambassadeur Hang Ying, voor het DNA-lid Ru Wang betekent deze dag heel veel. Vooral omdat het het jaar van de draak is. Ik wil de totale Surinaamse samenleving feliciteren met de dag. Ik vind altijd dat wij hier in Suriname feesten op een unieke manier vieren. Uniek in de zin van dat we hebben 2 maanden terug 31 december gehad. We hebben Oruyari gehad. We hebben misschien op 31 december bepaalde target gesteld van afslanken bijvoorbeeld, harder werken bijvoorbeeld, noem maar op, beter studeren bijvoorbeeld. Het is nu vandaag 2 maanden verder, het is Chinees nieuwjaar. Misschien is het tijd dat wij de kans krijgen om weer even terug te blikken en te evalueren van hoe ver zijn we met onze gestelde targets. En daarom vind ik het speciaal. En na Chinees nieuwjaar hebben we nog zoveel andere nieuwjaarsdagen van andere bevolkingsgroepen. Het jaar van de draak is vandaag van start gegaan. De draak is het 5e dier in de 12-jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. Het jaar van de draak is een periode die in de Chinese astrologie geassocieerd wordt met kracht, ambitie en transformatie. De draak staat voor succes en geluk. Het Chinees nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de 15e dag van de eerste maand van de Chinese kalender. Dit feest wordt gevierd door vrijwel geheel Azië en overal ter wereld waar de Chinese gemeenschap zich gevestigd heeft. Tijdens de festiviteiten van het Chinees nieuwjaar staat traditioneel de draken- en leeuwendans centraal. Op deze speciale dag wil ik de totale Surinaamse samenleving feliciteren met de dag. Gongxi Fatsai, dat wil zeggen all the best, goede gezondheid en gelukkig nieuwjaar. Het is zeker een speciaal jaar, speciaal in de zin van er zijn 12 dieren in de dierenriem. Maar draak alleen, het is een dier die we eigenlijk nooit gezien hebben. Het is een speciaal dier en daarom is het ook speciaal. En draak staat voor, de karakter van het jaar van de draak staat voor voorspoed, kracht, succes. Dit zijn de mooie wensen van het jaar van de draak.